Dit is de 15e bijeenkomst van de UVT-sociëteit. Dit keer een hele bijzondere UVT-sociëteit special in samenwerking met Academic Forum. Het gaat over het strategisch plan voor 2020 van Tilburg University. Dus een hele belangrijke bijeenkomst. We hebben iets van 140 deelnemers van de universitaire gemeenschap, maar ook onze alumni en studenten. En wij streven ernaar om drie onderwerpen inderdaad de revue te laten passeren. Eerst twee inleidingen door onze collegevoorzitter Koen Becking, door Mathieu Weggeman, die het hele proces begeleid heeft. Vervolgens hebben we drie interactieve sessies over profiel, identiteit, onderwijs en onderzoeks- en valorisatie. En we sluiten het af met een panel van het college van bestuur met twee decanen, Lex Meidam en Klaas Seidsma. En die zullen het hebben over de onderwerpen die tijdens de interactieve sessies en de inleidingen ter sprake zijn gekomen. En dan sluiten we het af op feestelijke wijze met een Indisch buffet. Ja, ik ga vanmiddag even vertellen wat strategie nou eigenlijk is, hè, omdat we daar met z'n allen mee bezig zijn. En dan ga ik de nadruk leggen op twee punten die heel belangrijk zijn. En het is dat je het samen doet, dat je samen zo'n strategie maakt en dat je ook echt keuzes maakt. Waarom moet je het samen doen? Omdat hier allemaal professionals werken en dat zijn mensen die voeren besluiten uit als ze die kunnen begrijpen. We zijn hier vanmiddag bij elkaar om de opbrengsten te bespreken van het strategietraject dat we de afgelopen maanden aan de Tilburg University hebben doorlopen. We gaan met heel veel mensen uit onze omgeving nu de uitkomsten bespreken. We hebben de afgelopen maanden heel veel groepen in en buiten de universiteit gesproken over de keuzes die we zouden moeten maken voor onze toekomst. Daar hebben we vandaag het debat over. Het gaat onder andere over onze identiteit. We hebben een sterke identiteit. Die gaan we verder versterken en verder uitbouwen. We zijn een belangrijke speler in Brabant, in de regio. We hebben onze verankering hier in de regio en we zijn een speler in de globale wereld. De belangrijkste keuze die we maken is die voor kwaliteit. Alles moet voldoen aan de hoogste internationale standaarden voor kwaliteit, voor onderzoek en onderwijs. We gaan investeren in het ondernemerschap aan deze universiteit en de relaties met onze directe omgeving, provincie, gemeente enzovoorts. We kiezen heel nadrukkelijk ook voor één onderwijsconcept. Een heel modern onderwijsconcept voor Tilburg University. En een laatste pijler is dat we echt kiezen om geld te besparen waar het mogelijk is in de overheid. En dat geld willen we terug laten vloeien naar het onderwijs en het onderzoek en valorisatieprojecten. Dat zijn zo'n beetje de hoofdlijnen van wat we hier vanmiddag met elkaar bespreken. En ik kijk er erg naar uit om met zoveel mensen dat gesprek te voeren.